Hoe zag jouw eerste stappen in de muziek eruit en dan met name drum voor jou? Je zegt meespelen met cd's. Ja. Hoe moeten we dat voor ons zien? Zo begon mijn ellende op de middelbare school. Op mijn 16e kocht ik een drumstel en dat was midden in de toetsweek. Vanaf dat moment ben ik nooit meer gestopt met drummen eigenlijk. En ging school dus steeds slechter. Ja. Maar ik had gewoon een paar cd's die ik gewoon helemaal van begin tot einde letterlijk meedrumde. En het was Californication van Red Chili Peppers dan. Live een album. Nou, in ieder geval nog een paar, maar gewoon lekkere drumalbums. Die ik al sowieso vet vond. En die drumde ik gewoon van begin tot einde mee. En dat was het eigenlijk. Ja. En dat ging over in de coverbandjes waarschijnlijk. Ja. En voor jou, wat waren jouw eerste echte stappen? Wanneer begon dat bij jou een beetje? Ja, toen ik 8 was volgens mij, of 10, toen ging ik voor het eerst voor publiek zingen. Mm-hmm. En toen ik dat eenmaal daar allemaal had geroken, toen wou ik echt niks anders meer. Mm-hmm. En tijdens de middelbare school, mijn ouders zouden heel graag dat ik een goed beroep zou kiezen. Omdat mijn hersens waren, ik had een goed stel hersens. Vonden zij. Dus daar moest ik gebruik van maken. Maar inmiddels zien ze ook wel dat langzaam ging het er steeds meer naartoe dat ik gewoon steeds meer muziek ging maken en steeds meer daarmee bezig was. En juist door je ouders ben je ook gaan zingen, toch? Ja, absoluut. En mijn ouders die vinden het fantastisch. En hoe is dat dan gekomen dat je door je ouders bent gaan zingen? Mijn ouders die maakten ook wel muziek. Dus in de familie werd muziek was wel een groot aandeel. Dus daarom kwam ik daar wel mee in aanraking. En nou ja, vanaf het moment dat ik eenmaal voor het publiek had gestaan, was ik verslaafd. Weet je daar nog iets van? Hoe dat? De eerste? Ja. Dat is wel heel lang geleden. Maar ik weet nog wel van echt een van de eerste concerten dat ik wel echt onwijs. Ik was echt super zenuwachtig. Maar ik kreeg echt zo'n kick ervan. En is dat gevoel nog steeds zo? Of is dat blijft elke optreden. Elke optreden, geen enkel optreden, natuurlijk heb je soms mindere optredens of zo, maar altijd is het zo'n kick om te spelen. Wow. Dus daarom ben ik ook heel blij dat onze agenda echt zwart ziet voor de komende zomer. Ja, echt, ik zou echt niks liefs willen. Ik had begrepen dat op een gegeven moment heb je met die vorige band ook veel met gospelavonden in de kerk gedaan. Ja. Wat was dat precies? Nou ja, daar heb ik echt veel muziek leren maken. En muziek speelde daar echt best wel een grote rol. En toen speelde ik met de gitarist en de bassist samen. En nog wat meer, die bezetting was nog met andere mensen ook. Maar toen hebben we heel veel gespeeld ook. Superveel van geleerd. En je bent zelf ook gelovig? Of, het heeft wel een iets andere betekenis gekregen dan toen. En, binnen de band. Precies, ik ga bijvoorbeeld niet heel veel meer naar de kerk. Mm. En dat is, in de band is dat ook heel verschillend voor iedereen. Niet iedereen gelooft. En ook niet allemaal op dezelfde manier. Mm. Maar ik vind het wel heel mooi, mooie gedachte dat er meer is in het leven of zo. Komt dat nog op een bepaalde manier voor jou terug in de muziek of in de teksten? Of is dat juist iets wat je een beetje erbuiten probeert te houden in de muziek? Nou ja, ik denk dat het allicht wel iets doorschemert. Maar vooral een soort positieve vibe die we heel graag willen neerzetten als band. En we hebben heel bewust voor gekozen om niet als christelijke band te spelen. Ook juist omdat we niet allemaal dezelfde overtuigingen hebben. Maar wat we wel allemaal heel belangrijk vinden, is die positieve vibe. En we onwijs gelukkig mogen zijn, sowieso als Nederlander. Hoe goed we het hier hebben. En dat het ons doel is echt een beetje met de optredens dat mensen met een big smile naar huis gaan. Als laatste, de plannen voor de komende tijd. Het is natuurlijk heel druk, maar worden er bijvoorbeeld nog nummers geschreven? Is dat nog steeds op wekelijkse basis of staan er nog andere spannende dingen die we nog niet weten? Dat moeten we wel weer gaan oppakken nu. Ja. Eigenlijk, het album was uit en toen eigenlijk de week na hadden we eigenlijk al gepland om weer te gaan schrijven. Maar toen barst het hele circus rond 3FM los, geloof ik. En toen was het echt te druk, maar we willen nu, de zomer is te gek. We gaan in een busje zitten en rijden van festival naar festival en dat wordt gewoon helemaal
top. En ik verwacht dat er dan wel weer ook wel de tijd hebben om weer te gaan schrijven. Ja. Ja, de planning is in ieder geval wel dat er wel weer, er komt alweer snel een album aan ook, zeg maar. Okay. Of nou, snel. Ja, ja, dat is het voordeel van dat je geen platenmaatschappij hebt, is dat we gaan gewoon nu lekker schrijven. Ja. En maar met gezonde druk daarachter. Ja. En die druk werkt altijd erg goed voor ons. Fulltime job, zei je. Ja. Houdt het ook over? Komen jullie ervan rond als fulltime job? Of nou, we zitten een beetje op het keerpunt nu, zeg maar. Tot nu toe, zeg maar, want een paar van ons zijn dan gestopt met de studie, dus dat betekent ook geen studie meer en dat betekent gewoon echt even blut. En wel je huur betalen en zo, dus dat, allemaal, dat kunnen we dan net betalen. Dus dat is wel prima en dan eet je wat vaker bij je ouders en zo. En nu begint het inderdaad met de cd-verkoop begint te lopen. We beginnen nu echt optredens te krijgen voor een goed bedrag, zeg maar, niet meer voor die €100 een bandjeswedstrijd of zo, weet je wel. Dus dat begint nu wel te komen, ja. Ik denk dat vanaf, nou ja, over 2 maanden kunnen we wel normaal boodschappen doen ervan, zeg maar. Ja, maar geld is nooit een probleem geweest en ook nooit een drijfveer. En dat is nu nog steeds, als we allemaal rond kunnen komen en als we maar veel spelen, dan kunnen we vaak wel luxe eten. En dat is het ook. Niemand van ons heeft een bijbaantje nu. En dat is al te gek, dat je gewoon geen bijbaantje nodig hebt. Ja. Dat je gewoon muziek kan maken, weet je wel. Ja, in principe is het nu de fulltime job. En ik hoop dat we dat kunnen houden tot en kunnen uitbreiden tot een echte fulltime tot job. Tot we met de fit gaan. Inclusief pensioen opbouwen. Ja. Succes. Ja, thanks. Top.